Marijke kiest jaarlijks voor de hulp in het belastingkantoor van Hasselt om de klus te klaren. Een ambtenaar vult voor haar de aangifte in via het internet. Maandag was ze al eens hier, maar toen stonden de rijen te dik. Ah, toen was het druk. Ik dacht, nee, dat zie ik hier niet zitten. En nu ben ik teruggegaan, nu ben ik hier op 10 minuten buiten. Ik zeg, allee. Hoewel de elektronische aangifte nog tot 16 juli ingevuld kan worden, is dit voor heel wat mensen een brug te ver. Ik ken niet veel van de computer, maar ik heb dat eens 1 keer meegemaakt. En als je iets vergeet aan te geven, dan krijg je daarna nog een boete en dat zie ik helemaal niet meer zitten. Het is nu de laatste week en traditioneel de laatste dagen hebben we altijd erg veel volk. Momenteel draaien we rond een 400-tal mensen die hier dagelijks zich aandienen om een aangifte te laten invullen. Kan de overheid niet zelf nog meer invullen en de aangifte eenvoudiger maken? Maar er zijn toch altijd elementen die de overheid niet kent of niet kan kennen. Bijvoorbeeld leninggegevens heel vaak, een levensverzekering, dat soort dingen die wij niet ter beschikking hebben. En veel van die mensen hebben toch nog wel een van die aftrekposten. En als u bij diegene bent die het best wel moeilijk heeft om de aangifte in te vullen, weet dan dat het volgend jaar nog moeilijker zal zijn. Inderdaad, wij verwachten dat het er niet gemakkelijker op gaat worden, omdat met de 6e staatshervorming er eigenlijk een regionalisering komt van de personenbelasting. Dus dit wil zeggen dat zowel de Vlaamse overheid als de gewesten over bepaalde zaken de zeggenschap gaan krijgen. Dus daar wordt het de kunst om te weten van ja, welke wetgeving moet hier toegepast worden. De wetgeving van het Vlaams gewest of de wetgeving van de federale overheid. En ik denk dat dat voor de meeste Belgen een moeilijkheid zal zijn, een bijkomende moeilijkheid bij de volgende aangifte. Dus wacht volgend jaar zeker niet tot de laatste dag om je aangifte in te vullen. Je zou wel eens hulp nodig kunnen hebben.